0-0 een terechte uitslag. Bent u het daarmee eens? Ja, dat denk ik wel. Dat was een wedstrijd in Evert. We hebben wel veel focus gehad deze week op de defensieve organisering van ons ploeg. Dat vind ik dat we hebben goed gedaan. Maar offensief hebben we nog altijd iets meer aan te werken. Kan er offensief iets gebeuren? Want uiteindelijk zal je het moeten doen met de spelers die er zijn. Ja, we moesten een balans hebben in de ploeg. Zoals ik heb gezegd, we hebben veel gewerkt op die defensieve taken deze week. Dat is belangrijk. Maar ja, op hetzelfde moment moesten we ook beginnen werken op de offensieve. Maar het is belangrijk dat... Dat is maar de tweede keer dit seizoen dat Loker in de lun houdt. En dat is belangrijk. Dat geeft vertrouwen. En nu kunnen we verder werken met de offensieve. En hopelijk kunnen we meer tools maken. En we hebben twee keer vorige week gescoord. En deze week thuis niet. Maar ja, wij, zoals gezegd, defensieve organisering is belangrijk in het begin. En dan kunnen we verder opbouwen. Het is voor jou de eerste week hier in Lokeren. Heb je het gevoel dat de jongens goed oppikken wat jij hen bij wil brengen? Ja, dat is heel zeker. En dat zit je in de wedstrijd vandaag. Iedereen loopt, iedereen werkt hard over 93 minuten en wil iets bereiken met deze ploeg. En dat is belangrijk dat wij een goede groep op het veld hebben, op het trainersveld. En een goede ploeg, een goede elftal als we de wedstrijd starten. En ja, dan doet je een paar wissels. En ja, als de jongens komen af, dan is het nog altijd een goede ploeg. Oké. Tot daar het algemeen.